Ik open deze zitting met gebed. Mag ik toch leraren vragen hun baret af te nemen? Mogen de geest van wijsheid en barmhartigheid in ons allen groeien en tot volle wasdom komen. Dames en heren, gaat u zitten. Zeer geachte aanwezigen in onze mooie aula, online, op afstand, maar toch dichtbij, zo voelen we dat. Familie, vrienden in de zaal, Colette, familie, Peter. Jouw afscheid als hoogleraar aan onze universiteit, met een hele bijzondere verbondenheid, jarenlang met wat intussen heet, is geworden de Tilburg School of Catholic Theology. We gaan zo met belangstelling lezen naar jouw afscheidsreden. En daarna zal onze universiteitshoogleraar, nu vice-decaan onderzoek van de Law School, Ernst Hiers-Palin, ook nog een aantal woorden tot je richten. Er zouden veel woorden tot je gericht kunnen worden, want wat heb je veel voor onze universiteit betekend? Kom er aan het einde ook nog even op terug. Je hebt een enorme expertise opgebouwd in die hoogleraar, in je hoogleraarschap in onze academie, maar voortdurend ook in interactie en debat met velen, als onderzoeker. Vraagstukken over de plaats van religie in de publieke ruimte, religieus pluralisme en waarheid, vandaag ook een onderwerp, tolerantie, interculturele filosofie, filosofie als een zoeken naar wijsheid en de filosofie van Hegel en zijn tijdgenoten in het bijzonder. Studeerde wijsbegeerte in Leuven aan de zusteruniversiteit, de Katholieke Universiteit Leuven, en promoveerde daar in 1982 met een proefschrift over Hegels Glauben und Wissen. Daarna een lange carrière aan de Universiteit van Theologie en Pastoraat in Heerlen en later hoogleraar in Utrecht geworden. En daarna nog veel meer wat ongetwijfeld vandaag op de een of andere manier genoemd gaat worden. Aan onze mooie universiteit kwam je eigenlijk in 2006. En het emeritaat was er eigenlijk al iets eerder dan vandaag, maar u begrijpt het al, COVID heeft de reden iets naar achter doen schuiven. Dat is helemaal niet zo erg. We hadden geduld en misschien heb je er nog langer over nagedacht. We gaan het horen en we zijn blij dat vandaag te kunnen doen. Met jouw grote reputatie, je inspirerende colleges, zijn we zeer benieuwd naar jouw bijdrage vandaag. Jouw afscheidsreden. Of het een echt afscheid zal worden, dat moet altijd maar blijken, maar het markeert wel een mooi en bijzonder moment in je indrukwekkende carrière. Peter, ik kom straks nog even bij je terug, maar nu gaan we luisteren, dames en heren, naar de reden die als titel heeft gekregen Religieuze waarheid, wijsheid en de uitdaging van het pluralisme. Peter, ik wil je verzoeken je reden uit te spreken. Geachte rector, mevrouw de directeur van de TST, dames en heren. In onze tijd voelen religieuze mensen zich vaak geklemd zitten tussen waarheidsaanspraken van hun geloof en de publieke opinie die dergelijke aanspraken ervaart als een intolerante machtsgreep en een bedreiging van het levensbeschouwelijke pluralisme. Deze spanning tussen de eis van gelovigen om de waarheid van hun geloof publiek te mogen beleiden en de problemen die een steeds pluralistischer wordende samenleving daarmee heeft, is het thema van deze lezing. De vraag die ik probeer te beantwoorden is of een benadering van religieuze waarheid in termen van praktische wijsheid kan bijdragen tot een vermindering van deze spanning. Daartoe ga ik eerst dieper in op de verschillende dimensies van religieuze waarheid. Daarna analyseer ik de relatie daarvan met de praktische wijsheid. En tenslotte stel ik de vraag of die benadering
ons antwoorden kan bieden op de uitdaging van het pluralisme. Alle religies willen mensen de weg naar hun heilsbestemming tonen en beroepen zich daarbij op de waarheid van een goddelijke openbaring. Dergelijke waarheidsaanspraken zijn natuurlijk ook zeer omstreden in onze tijd, omdat zij kunnen leiden tot de uitsluiting van anderen. Als mijn religie de enig ware is, zijn alle andere religies en seculiere levensbeschouwingen per definitie vals. Van deze tegenstelling tussen de ene ware heilsleer en de vele heilloze dwaalleren en de intolerantie en het geweld die daaruit kunnen voortvloeien, zijn er helaas talloze voorbeelden in de geschiedenis. Daarom is het niet verwonderlijk dat onze hedendaagse pluralistische samenleving het erg moeilijk vindt om daarop gepast te reageren. Wanneer gelovigen bijvoorbeeld hun opvattingen in zaken abortus, euthanasie, de plaats van de vrouw of homoseksualiteit in het publieke debat willen inbrengen, of zich in de publieke ruimte manifesteren of willen manifesteren via bepaalde kledingvoorschriften en rituele praktijken, stoten ze vaak op onbegrip of hoongelag. Soms wordt dit soort uitingen zelfs verboden met een beroep op mensen- of dierenrechten. Alle grote religies doen dus uitspraken over de ware bestemming van de mens, maar zij verschillen onderling in hun opvatting over de gestalte van die waarheid. Waarheid kan in de eerste plaats verwijzen naar de leer van een religieuze traditie. Een voor iedereen toegankelijke inleiding in de belangrijkste leerstellingen van het geloof. Maar het is niet voldoende dat gelovigen deze leer kennen. Ze moeten haar ook erkennen en aanvaarden als de ware heilsleer. Om te kunnen spreken van een waarachtig geloof, moeten mensen bovendien hun leven in het teken stellen van die geloofswaarheid. Ze moeten hun geloof niet alleen erkennen, maar het ook beleven. De term religieuze waarheid verwijst verder naar een schouwen van de transcendente waarheid. Een mystieke ervaring waarin het gelovige zoeken naar inzicht zijn uiteindelijke bestemming bereikt. De laatste en wellicht belangrijkste dimensie van religieuze waarheid betreft de overtuiging dat God zelf de ultieme en absolute waarheid is. Dat wil zeggen, ware kennis, waarlijk zijn en waarachtig handelen. Voor de godsdienstfilosofen onder u, ik heb deze vijf dimensies van religieuze waarheid ontleend aan het onvolprezen boek van onze helaas te vroeg overleden collega Henk Vroom. De grote religies incorporeren de meeste van de hier opgesomde dimensies van religieuze waarheid. Maar het belang dat zij aan deze of gene dimensie hechten, verschilt. In de christelijke traditie heeft de aanvaarding van de objectieve waarheid, zoals die bijvoorbeeld verwoord wordt in de catechismus en de geloofsbelijdenis, een dominante plaats. Terwijl het jodendom de nadruk legt op een leven in overeenstemming met de Torah, net zoals de islam, waar het woord islam de persoonlijke onderwerping aan Allah betekent. In het Zen-boeddhisme gaat het dan weer vooral om het verwerven van inzicht in de transcendente waarheid, die ontoegankelijk is voor de normale discursieve reden. En tenslotte wordt God in alle monotheïstische religies als de ultieme waarheid gezien. Om de kernvraag van deze lezing, de complexe relatie tussen religieuze waarheid en pluralisme, te kunnen beantwoorden, concentreer ik me op het verband tussen geleerde en persoonlijk toegeëigende geloofswaarheid en de inbedding daarvan in het geleefde religieuze leven.
een leven dat zowel praktisch als contemplatief van aard kan zijn. En daarmee zal ik me vooral, maar niet uitsluitend, richten op de gestalte van die verhouding in het christendom. De cruciale functie van de geloofsleer bestaat erin aan het geleefde geloof inhoud en richting te geven. En zo de identiteit van de geloofsgemeenschap rondom een aantal objectieve geloofswaarheden, morele regels en rituele voorschriften tot stand te brengen. Maar op het niveau van de geloofsleer blijft de religieuze waarheid nog iets uitwendigs en intellectueels. En daarom moet de gelovige zijn hele leven in het teken stellen van die waarheid. Zodoende wordt de objectieve leer geïnterpreteerd en vertaald naar de culturele situatie van de geloofsgemeenschap en het charisma van de individuele gelovigen. Deze noodzaak om de leer te interpreteren en te vertalen naar het concrete leven brengt ons bij het tweede thema van deze lezing: de geloofswaarheid als een vorm van wijsheid. Hoewel de geloofsleer en haar waarheidsaanspraken in het christendom dus een centrale plaats hebben, is de vertaling daarvan naar het geleefde geloof wezenlijk. Anders verwordt het geloof tot een theoretische constructie, een interessant studieobject voor theologen en religiewetenschappers, maar zonder reële impact op het dagelijkse leven van de gelovigen. In nagenoeg alle filosofische en religieuze tradities wordt die verbinding van leven en leer met de term wijsheid aangeduid. Denken we maar aan de wijsheid als kardinale deugd in het christendom, aan de 8 onsterfelijken in het oude China, de 7 wijzen van Griekenland en Rome, Socrates als een toonbeeld van een zoeken naar wijsheid, de rishis in India en de 5 soefies wijzen in de islam. Hoewel wijsheid door verschillende religieuze en seculiere tradities op heel verschillende wijzen wordt opgevat, zijn er toch duidelijke familiegelijkenissen. Algemeen gesproken is wijsheid een allesomvattend, theoretisch en praktisch weten dat mensen oriënteert in een zoeken naar waarheid, goedheid en schoonheid en hen aanspoort om in overeenstemming daarmee te leven. Echte wijsheid is dus geenszins hetzelfde als veelweterij. Omdat wijsheid zo'n verheven ideaal is, kunnen mensen alleen maar naar wijsheid streven. En is alleen God wijs in de eigenlijke zin van het woord. Een wijze persoon weet verder een brede en diepgaande kennis van de mens en zijn wereld te verbinden met allerlei contingente levenssituaties. Om die situaties in al hun concreetheid te vatten, doen wijsheidstradities vaak beroep op verhalen. Algemene principes maken immers onvermijdelijk abstractie van de specifieke context waarin mensen leven en handelen en lopen daardoor het risico te ontaarden in dooddoeners of tegeltjeswijsheden. Oost-wijs, west-thuis-best, om maar eens een voorbeeld te noemen. Ook al verschilt de setting en het verloop van een verhaal onvermijdelijk van de specifieke situatie van mensen in een andere tijd en plaats, toch kunnen zij zich daarin herkennen en de wijze lessen van dat verhaal vertalen naar hun eigen situatie. Ten slotte is wijsheid niet alleen een kwestie van hebben, maar ook van zijn. Iemand die wijze inzichten debiteert, maar een dwaas leven leidt, is geen werkelijk wijs mens. Wijsheid heeft met andere woorden niet alleen tot doel om mensen te informeren
over het ware, goede en schone, maar ook en vooral om hen te transformeren tot een spiritueel leven in navolging van die idealen. Om al deze redenen hebben wijze mensen vaak een zekere ouderdom. Deze stelling mag echter niet worden omgedraaid. Mensen zoals ik, die een aantal grijze haren hebben, zijn daarom nog niet wijs. Want, zoals de Griekse auteur Menander al wist, grijze haren tekenen de jaren, niet de wijsheid. Om de verhouding tussen theoretische geloofswaarheid en de geleefde religie te vatten, is het onderscheid tussen theoretische en praktische wijsheid behulpzaam. Volgens Aristoteles, van wie dit onderscheid afkomstig is, is theoretische wijsheid de hoogste en zekere kennis, omdat zij niet alleen handelt over de dingen zelf, maar ook over de oorzaken en de principes daarvan. En aangezien deze principes eeuwig en onveranderlijk zijn, bestaat theoretische wijsheid in een voortdurende, passieloze contemplatie van deze waarheden. En de monastieke ordes in de christelijke religie, in het katholicisme, zijn een voorbeeld van een dergelijke contemplatie. Praktische wijsheid beoogt daarentegen de mens te oriënteren in zijn concrete, ethische en politieke handelingen. Aristoteles definieert deze vorm van wijsheid als een rationele eigenschap die de mens volgens waar inzicht doet handelen met betrekking tot wat goed of slecht is. Omdat praktische wijsheid gericht is op contingente handelingen en veranderlijke situaties, is zij geen coherent, deductief systeem, maar eerder een bonte verzameling van afzonderlijke wijsheden. Aangezien zij echter ook een intellectuele deugd is, mag praktische wijsheid evenmin gereduceerd worden tot een puur technische vaardigheid. Ze verbindt juist de theoretische kennis over algemene morele wetten en principes met een goede inschatting van de impact daarvan op allerlei veranderlijke situaties en menselijke temperamenten en geeft een juist oordeel over de haalbaarheid, in verschillende opzichten, van een bepaalde handeling. Met andere woorden, een wijze persoon mag het belang van een theoretisch inzicht in de universele principes van het goede leven niet veronachtzamen, maar moet tegelijk inzien dat niet alles door die principes en wetten bepaald kan worden, omdat zij niet alle bijzonderheden van een concrete situatie kunnen ondervangen. Waar het voorwerp van theoretische kennis bijvoorbeeld het algemene principe van de rechtvaardigheid is, gaat het bij de praktische wijsheid om billijkheid, om wat rechtvaardig in deze of gene specifieke situatie inhoudt. Met andere woorden, praktische wijsheid heeft de voor het handelen zo noodzakelijke flexibiliteit die de algemene principes van de theoretische wijsheid ontberen. Aristoteles illustreert deze confrontatie tussen universele wet en concrete situatie met behulp van het beeld van de loden maatstok die gebruikt werd bij de bouwwerken op Lesbos. Die maatstok is buigzaam en past zich aan de vorm van de steen aan. Als dat een beetje ingewikkeld is, dan moet u maar denken, u moet maar eens proberen om met behulp van een starre, rechte meetlat de omtrek van een ronde zuil te meten. Omdat dus iedere situatie tot op zekere hoogte nieuw en onvoorspelbaar is, is praktische wijsheid een nooit eindigende, zorgvuldige bezigheid die veel creativiteit en gevoel voor verhoudingen vergt. Theoretische kennis is dus van essentieel belang voor de praktische wijsheid, maar omgekeerd
is praktische wijsheid ook wezenlijk voor de theoretische kennis. Een goed prudentieel inzicht in een concrete situatie kan nieuwe, onvermoede dimensies van de universele principes blootleggen en draagt op die manier bij aan de inhoud, nuance en diepgang van die principes. Wat leert deze analyse over de verhouding tussen theoretische waarheid en praktische wijsheid ons nu over de verhouding tussen de leerstellige, of zo u wilt, doctrinaire waarheid en het geleefde geloof? In de eerste plaats is de religieuze leer, zoals gezegd, van fundamenteel belang voor een leven in de waarheid. Daarmee ga ik in tegen de neiging van onze tijd om religieuze waarheid, waarheid tout court, te reduceren tot datgene wat iemand spontaan als waar of goed aanvoelt, waarin hij of zij zich kan herkennen, whatever that may mean. Wanneer mensen alleen gevoelig zijn voor de complexiteit van hun concrete situatie en niet in staat zijn om een breder standpunt in te nemen, zoals dat door de geloofsleer als objectief oriëntatiepunt voor het goede leven wordt aangereikt, geven zij zich over aan de illusies van het hart en zijn dus geenszins wijs. Vanuit een christelijke optiek bestaat de waarheid van het geleefde geloof er immers in dat christenen hun leven richten op wat door de Bijbel en de geloofstraditie geleerd wordt. In meer algemene zin gaat het hier om een transformatie van een beperkt, individueel standpunt naar een leven vanuit een transcendent of goddelijk perspectief, wat een gemeenschappelijk kenmerk is van alle wijsheidstradities, religieuze zowel als seculiere. Maar ook al is de ware leer een noodzakelijke voorwaarde voor de waarheid van het geleefde geloof, zij is daarmee nog geen voldoende voorwaarde. Om zich religieus te kunnen oriënteren, hebben mensen immers ook een juist inzicht nodig in een specifieke positie ten opzichte van dat objectieve referentiepunt. Juist hier ligt de wezenlijke bijdrage van de praktische wijsheid, zoals die gestalte krijgt in het geleefde geloof. Het erkent het belang van de leer, maar wijst ook op de noodzaak om deze in te bedden en toe te passen op de concrete levens van mensen en gemeenschappen. Anders gezegd, iemand die denkt dat de geloofsleer volstaat voor een waarachtig religieus leven en zich niet afvraagt hoe die leer op een betekenisvolle wijze verbonden kan en moet worden met de specifieke situaties van mensen, is dus alles behalve wijs, maar maakt zich schuldig aan een hubris van de reden. Door haar gevoeligheid voor de concrete situatie levert het geleefde geloof dus ook omgekeerd een vitale bijdrage tot de inhoud van de leer. Ervaringen van historische situaties kunnen leiden tot veranderingen in de leerstellige waarheid. En ik wil dat belangrijke punt illustreren aan de hand van de veranderingen in de katholieke kerk over de godsdienstvrijheid. Op basis van een bepaalde visie op heilswaarheid en de aanspraak op het exclusieve bezit daarvan, zag de kerk het gedurende vele eeuwen als haar plicht ongelovigen en ketters desnoods onder dwang te bekeren tot de waarheid van het geloof. De beroemde uitdrukking daarvoor is het compellen en traren, een uitdrukking van Augustinus dat verwijst naar een problematische uitleg van de parabel van de rijke heer die zijn dienaren verplicht om op hoeken en straten, op de hoeken van de straten, mensen te dwingen om naar zijn feest te komen. Maar dat terzijde. Vanuit die visie was het beroep op godsdienstvrijheid in strijd met de geloofswaarheid en bij uitbreiding op de uiteindelijke heilsbestemming van de mens en dus met de menselijke waardigheid.
De verklaring van het Tweede Vaticaans Concilie over godsdienstvrijheid, namelijk Dignitatis Humanae, benadert deze kwestie op een heel andere wijze. Reeds in de inleiding van dit document wordt expliciet verwezen naar diverse specifieke ervaringen van onze tijd, die tot een heroverweging van dit aspect van de leerstellige waarheid over godsdienstvrijheid, het ontbreken daarvan, hebben geleid. Op basis van die ervaringen kent het Vaticaans Concilie, ik citeer, aan de menselijke persoon het recht toe op godsdienstvrijheid. Einde citaat. Het belang dat het Concilie hecht aan het lezen wat genoemd wordt de tekenen destijds, laat zien dat de kerk niet in staat is om a priori alle implicaties en nieuwe ontwikkelingen van de waarheid van haar leer te vatten, maar open moet staan voor een aanpassing daarvan in het licht van nieuwe historische ervaringen, zoals die in de geleefde religie worden opgedaan. Specifieke ervaringen, zoals het onrecht van de godsdienstvervolgingen, gedwongen bekeringen, antisemitisme en meer in het algemeen de waarde van culturele diversiteit, hebben de kerk ertoe aangezet om haar leer over godsdienstvrijheid te herzien. Die ervaringen hebben dan namelijk doen inzien dat godsdienst en gewetensvrijheid tot de kern van de menselijke waardigheid en daarmee ook tot de waarheid van het geloof behoren. Dit voorbeeld laat zien dat de geloofsleer niet alleen belangrijk is voor de inhoud en richting van het geleefde geloof, maar dat dit laatste door zijn ervaringen en gevoeligheid voor de concrete situatie ook omgekeerd een vitale bijdrage levert tot de inhoud van die leer. De taak van het geleefde geloof bestaat er dus in de volgende paradox uit te houden. De universele waarheidsaanspraken van de geloofsleer aanvaarden en deze tegelijk confronteren met allerlei ervaringen van wat die waarheid concreet betekent. De vraag is nu welke nieuwe perspectieven dit voorstel om religieuze waarheid te benaderen vanuit praktische wijsheid biedt voor de uitdaging van het pluralisme. Een van de belangrijkste redenen waarom het geven van een antwoord op deze uitdaging in onze tijd niet alleen dringend, maar ook uitermate complex is, is dat een populaire opvatting van de interreligieuze dialoog op allerlei problemen stuit. Volgens dit model zou deze dialoog moeten uitmonden in een gedeelde verstaanshorizon over de grenzen van de verschillende religies heen en zo leiden tot meer onderling begrip en het beklemtonen van wat religies onderling verbindt. Wat we echter feitelijk zien is dat zo'n dialoog vaak resulteert in een Babylonische spraakverwarring. Hoe komt dat? Wel nu, het dialoogmodel werkt uitstekend in een kleine en relatief homogene samenleving, waarin de verschillende religieuze en seculiere tradities elkaars gevoeligheden kennen en respecteren. Het hedendaagse pluralisme verschilt echter van zijn vroegere gestalte in de zin dat een gemeenschappelijke gespreksbasis vaak ontbreekt. In de moderne tijd, meer bepaald de verlichting, fungeerde de idee van redelijkheid als een overkoepelend criterium van onbevooroordeelde interpretatie. Maar deze idee heeft in onze tijd haar plausibiliteit goeddeels verloren. Redelijkheid en waarheid worden vaak als het resultaat van een machtsgreep door een bepaalde cultuur of belangengroepering gezien. Bijgevolg komt het in onze tijd regelmatig voor dat een religieus of cultureel dominante groep er door de minderheid van beschuldigd wordt haar gespreksregels en opvatting van redelijkheid eenzijdig op te leggen, zodat datgene wat op het eerste zicht een dialoog lijkt,
in feite een verkapte monoloog is. En iedereen die het hedendaagse publieke debat enigszins volgt, kan talloze voorbeelden van dit mechanisme herkennen. Interreligieuze dialoog is dus zeker zinvol, maar het probleem is dat het beoogde doel, de samensmelting van de verschillende religieuze en seculiere verstaanshorizonten, veel te idealistisch is, zodat de dialoogpartners vaak gefrustreerd raken en iedereen zich uiteindelijk in de vertrouwde omgeving van zijn of haar eigen religieuze of seculiere club terugtrekt. Een beter antwoord op de uitdaging van het pluralisme lijkt me om Paul Ricoeur's inzichten over de veelheid van talen toe te passen op het levend beschouwelijke pluralisme. Hij vertrekt van de volgende metafoor. We leven, of we dat nu leuk vinden of niet, in een wereld na Babel. Hetgeen wil zeggen dat er geen universele moedertaal is, maar alleen een heterogene veelheid aan verschillende talen. Bijgevolg staat elke talelijke communicatie bloot aan het risico op onbegrip of een verkeerde vertaling. Omdat er geen universele taal is, is er ook geen neutrale, overkoepelende maatstaf voor een juist begrip of een correcte vertaling van de talige ander. Toegepast op het religieuze pluralisme betekent dit dat er alleen een heterogeniteit aan religies en seculiere levensbeschouwingen bestaat, zonder een overkoepelende idee van religieuze waarheid die zou kunnen dienen als een criterium voor de objectieve en eenduidige beoordeling van verschillende religies. Op het eerste zicht lijkt het resultaat van deze situatie dat de verschillende religies en seculiere levensbeschouwingen totaal onvergelijkbaar zijn en dat iedereen zit opgesloten in zijn of haar eigen religieuze bubbel, met zijn of haar eigen waarheid. En dan zijn we natuurlijk nog geen stap verder. Toch is er ook een ander antwoord mogelijk. En om dat toe te lichten, moeten we opnieuw vertrekken van de talige heterogeniteit. Juist omdat we leven in een wereld na Babel, hebben we nood aan vertalingen en het leren van vreemde talen. Niet omwille van allerlei praktische redenen, maar ook omdat we ons op die manier meer bewust worden van de mogelijkheden en grenzen van onze eigen moedertaal. Want het eigene moet net zo goed geleerd worden als het vreemde. Dit inzicht leidt tot een oproep tot talige gastvrijheid, waar het plezier van te verblijven in de taal van de ander in evenwicht wordt gehouden door het plezier om het vreemde woord thuis te ontvangen in het eigen verwelkomende huis. Wanneer we deze idee van talige gastvrijheid toepassen op het religieuze en levensbeschouwelijke pluralisme, zien we dat de belangrijkste reden om onze religieuze waarheidsaanspraak te delen met anderen is dat we als relationele wezens iets kunnen leren van de religieuze ander. Alleen door de uitdaging van het vreemde te aanvaarden, kunnen we gevoelig worden voor de vreemdheid van onze eigen religieuze waarheden voor onszelf. Met andere woorden, religieuze gastvrijheid stelt ons in staat om bewust te worden van de mogelijkheden en de grenzen van onze eigen religie en die van de religieuze ander. Mensen die bijvoorbeeld diep geloven in de waarheid van de Bijbel, kunnen in het boeddhisme een onvoorwaardelijke empathie met heel de schepping ontdekken, die onderontwikkeld blijft in de abrahamitische religies. Net zoals boeddhisten in de Bijbelse religies een grotere aandacht voor de verwerkelijking van een rijk van rechtvaardigheid in de geschiedenis kunnen ontdekken. Het ontzag voor het goddelijke mysterie sluit dus een werkelijke gemeende interesse en respect voor andere religies dus niet uit, maar integendeel juist in.
Deze gedachten over religieuze gastvrijheid sluiten goed aan bij mijn pleidooi om de vraag naar religieuze waarheid te benaderen vanuit het geleefde geloof. Juist omdat die benadering gekenmerkt wordt door een meer flexibele en bredere opvatting van religieuze waarheid dan de klassieke doctrinaire zienswijze, is het geleefde geloof beter in staat om te erkennen dat er vele manieren zijn om gestalte te geven aan het goddelijke mysterie en daarvan ook te leren. Zodoende is het geleefde geloof in staat om vanuit een geloof in de onuitputtelijkheid van God de onherleidbare eigenheid van de religieuze ander te respecteren en daarmee in gesprek te treden om van hem of haar te leren. Sorry. Ondanks het belang van religieuze gastvrijheid als antwoord op het pluralisme blijft er toch een belangrijk probleem bestaan. Onze talige en religieuze gastvrijheid is beperkt omdat we nu eenmaal niet alle talen kunnen leren en ons evenmin kunnen verdiepen in alle religies van de wereld. Toch is er een verschil tussen beide vormen van gastvrijheid. Namelijk, er zijn niet alleen praktische, maar ook principiële grenzen aan onze religieuze gastvrijheid. Omdat sommige van de waarden en gebruiken van de religieuze ander in strijd zijn met wat voor ons heilig is. Deze notie van het heilige verwijst dan weer naar een expliciete of impliciete opvatting van religieuze waarheid als een principieel criterium en niet alleen maar naar een pragmatisch motief om onze gastvrijheid te beperken. Om de vergelijking met de talige gastvrijheid te hernemen, terwijl niemand, behalve misschien Martin Heidegger, serieus van mening is dat zijn of haar taal beter of meer waar is dan die van iemand anders, menen we wel goede redenen te hebben om bepaalde waarden en gebruiken van andere religies en seculiere levensbeschouwingen te bekritiseren of af te wijzen. De vraag is dus hoe religies en seculiere levensbeschouwingen kritisch kunnen reageren op de religieuze ander. Omdat er, zoals gezegd, in het hedendaagse pluralisme geen algemeen geaccepteerde beoordelingscriteria zijn, loopt iedere vorm van kritiek het risico beschuldigd te worden van vooringenomenheid. Daarom wil ik aan het eind van deze bijdrage kort ingaan op de vraag of een benadering van religieuze waarheid als praktische wijsheid een antwoord of een uitweg uit deze impasse kan bieden. Om de beschuldiging van vooringenomenheid te kunnen ontwijken, is eerst en vooral een uitnodiging van wat technisch genoemd wordt epistemische bescheidenheid vereist. Een allesomvattend oordeel over een religieuze of seculiere levenswijze is onmogelijk. Niet omdat we de ander niet alleen omdat we de ander niet met onze eigen maatstaven mogen beoordelen, maar ook omdat levenswijzen complexe gehelen zijn die in tijd en ruimte van elkaar verschillen en zich permanent ontwikkelen. Het geleefde geloof als uiting van praktische wijsheid heeft voor deze contextualiteit en op basis daarvan voor kritische oordelen over de ander te nuanceren en in proportie te brengen. Dus het geleefde geloof biedt daar een voordeel in. Belangrijker echter is dat praktische wijsheid, zoals ik aan het begin zei, niet alleen bestaat in het vellen van oordelen, maar ook en vooral in een waarachtige manier van leven. Door een concrete manier van leven leggen mensen getuigenis af van wat een zinvol leven werkelijk betekent. Dat geldt voor de heiligen uit heden en verleden van de katholieke kerk, maar ook voor mensen als Mahatma Gandhi en Nelson Mandela. Deze levens hebben nog steeds een voorbeeldfunctie, ook voor mensen met een heel andere overtuiging, want zij kunnen hen inspireren tot een kritische zelfreflectie over de waarheid van hun eigen
geleefde geloof. Voor veel christenen is het leven van Gandhi bijvoorbeeld een bron van inspiratie voor wat religieuze tolerantie werkelijk betekent. En op een gelijkaardige manier was het leven van Nelson Mandela van cruciale betekenis voor de politieke en maatschappelijke verzoening in Zuid-Afrika. Ook voor mensen die een gewelddadige strijd bepleiten. Mensen laten zich in onze tijd immers veel minder leiden door een religieuze of seculiere leer, maar kijken vooral naar de manier waarop deze in concrete levenswijze gestalte krijgt. Het geleefde geloof als een uitdaging van praktische wijsheid heeft dus een belangrijk kritisch potentieel ten aanzien van de waarheidsaanspraken van een religie of seculiere levensbeschouwing. In deze lezing heb ik geprobeerd om een eenzijdig doctrinaire benadering van religieuze waarheid bij te stellen door de existentiële dimensie daarvan op de voorgrond te plaatsen. Daartoe heb ik gebruik gemaakt van een analyse van de praktische wijsheid die een belangrijk onderdeel is van de geleefde religie. Mijns inziens kan een dergelijke herbepaling van religieuze waarheid een antwoord geven op de uitdaging van het radicale pluralisme. In de eerste plaats wordt door het behouden van de term waarheid een onvruchtbaar relativisme vermeden. Mensen kunnen zich immers wel degelijk in het onheil storten, terwijl een ander levenspad hen juist gelukkig maakt en doet bloeien. Maar in vergelijking met een leerstellige benadering van heilswaarheid zal het gesprek daarover niet zozeer op basis van theoretische argumentaties, maar veel eer langs concrete getuigenissen en voorbeelden verlopen. Het is eigen aan praktische wijsheid om een juiste inschatting te maken van de concrete omstandigheden waarin een persoon of gemeenschap gestalte geeft aan het goede leven. En omgekeerd te erkennen dat deze levensomstandigheden nieuwe, onvermoede dimensies van het goede leven kunnen blootleggen. Ik kom tot mijn dankwoord. Aan het einde van deze lezing wil ik graag enkele woorden van dank uitspreken. Ik laat daarbij mijn gezin en mijn vrienden buiten beschouwing, omdat ik hen liever op een andere manier wil bedanken voor alle steun die ik van hen heb gekregen. Ik wil het college van bestuur van de universiteit en het bestuur van de TST bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij gesteld hebben. In mijn dank wil ik ook het college van bestuur van de voormalige Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht betrekken. Dat ik mijn afscheidsrede in de aula van deze mooie universiteit kan houden, is in belangrijke mate te danken aan de bestuurlijke creativiteit en het doorzettingsvermogen van dit college en in het bijzonder van zijn voorzitter Ernst Hiers-Berlin. En ik ben bijzonder blij, Ernst, dat je hier vandaag aanwezig kunt zijn. Als rector van de KTU heb ik destijds met al mijn bestuurlijke vermogens meegewerkt aan het project om de KTU in Tilburg University te integreren, omdat dit naar mijn mening cruciaal was en nog steeds is voor de toekomst van de katholieke theologie in Nederland. Een woord van dank ook aan de studenten van de TST. Ik heb altijd met veel plezier college gegeven. Daarbij zag ik het als mijn taak om hun theologisch perspectief te verbreden naar andere manieren van nadenken over mens en samenleving, God en wereld. Met hun vragen hebben ze mij uitgedaagd om mijn inzichten over die problemen te nuanceren en bij te stellen, zoals dat hoort aan de universiteit als een gemeenschap van docenten en studenten. Bij uitbreiding geldt mijn dank ook de promovendi. Met hun teksten en gesprekken hebben ze mij gestimuleerd om me in nieuwe vraagstukken te verdiepen. Ik wil verder ook de collega's in binnen- en buitenland bedanken, met wie ik de afgelopen jaren intensief heb samengewerkt. Ik heb het steeds als een groot voorrecht gevonden
om in een internationale setting te werken op gebied van bestuur en onderzoek. En ik heb daar veel van geleerd. Daarvoor ben ik mijn collega's zeer erkentelijk. Aan de TST wil ik in de eerste plaats mijn collega Staf Hellemans bedanken voor de uitstekende samenwerking. Hoewel wij geen van beide theoloog zijn, zijn we er met onze publicaties over de toekomst van de katholieke kerk in geslaagd het wetenschappelijke debat daarover vooruit te helpen. Verder wil ik in het bijzonder de collega's bedanken die een gewaardeerde bijdrage hebben geleverd aan deze middag. De teksten van hun bijdrage en het interview met hen kunt u samen met de uitgebreide versie van mijn afscheidslezing downloaden via de website van de TST en u ziet daar de link. Bij het buitengaan krijgt u ook een exemplaar van het focusnummer van het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte. Het is gewijd aan wijsheid, een thema dat mij zeer ter harte gaat. En ik heb daaraan, samen met diverse binnen- en buitenlandse collega's, met veel plezier aan gewerkt. Ik wil de redactie van het ANTW ook van harte bedanken voor dit initiatief. De mensen die mijn afscheidsrede via de livestream bijwonen, stuur ik graag een exemplaar op als ze mij hun postadres doorgeven. Een bijzonder woord van dank ook voor de collega's van het ondersteunend en beheerspersoneel van de TST. In de vele jaren dat ik bestuurlijke verantwoordelijkheden had, heb ik me door jullie warme collegialiteit steeds gesteund geweten bij mijn werk voor de toekomst van onze faculteit. Ten slotte wil ik de TST en bij uitbreiding de hele universiteit het allerbeste toewensen. De afgelopen jaren zijn wij allen geconfronteerd met belangrijke nieuwe uitdagingen voor de academie, de brede samenleving en last but not least voor geloof en kerk. Het is aan de creativiteit en de inzet van de jongere generatie om antwoorden op die uitdagingen te geven. Ik heb gezegd. Peter, dank je wel voor je niet alleen in praktische, maar in heel fundamentele zin wijze reden. Ik kom er straks nog even op terug, maar voor ik dat doe wil ik nu graag, hij werd al genoemd, professor Ernstius Wallien, nauw betrokken bij de door jou al genoemde fusie van de faculteit die uiteindelijk leidde tot het moment dat jij hier in deze aula jouw afscheidsrede uitspreekt, in zijn toenmalige goedanigheid. Daar zal jou graag toespreken, aan hem geef ik graag het woord. Dank u wel, meneer de rector magnificus, voor de gelegenheid, de uitnodiging hier het woord te richten tot onze collega Peter Jonkers. Of stoor ik daarmee wel de stilte die eigenlijk op de zeggingskracht van deze bijzondere afscheidsrede zou moeten volgen, ter overweging. Maar ik richt graag het woord tot jou, beste Peter. Met jou, de filosoof in ons midden, onderweg zijn, is de eerste herinnering die bij mij opkomt, nu ik tot jou bij afscheid als hoogleraar het woord mag richten. Samen zetten we stappen naar een bestemming die we vermoeden, maar nog niet kenden. Zo is het begonnen, ruim een kwart eeuw geleden. En zo is het gebleven sinds we elkaar ontmoeten als medereizigers in de Verenigde Staten. De Stichting Porticus had een groepje jonge katholieke hoogleraren van verschillende Nederlandse universiteiten bijeengebracht en de kans geboden om op bezoek te gaan bij internationaal gerenommeerde Amerikaanse katholieke universiteiten. Loyola in Chicago, Notre Dame, Boston College en Georgetown University in Washington DC, waar ik nog vele malen ben teruggekomen. Jij was,
sinds 1991 hoogleraar aan de Katholieke Theologische Universiteit. Gevestigd in Utrecht, toen nog met een tweede adres in Amsterdam en ik hier in Tilburg. We liepen over de dynamische campussen van de universiteiten en hadden nooit gebrek aan gesprekstof. Nooit een tekort aan idealen, maar wel de knagende vraag wat er nodig was om te voorkomen dat de veelgeprezen nuchterheid aan ons thuisfront zou neerkomen op berustend cynisme. Maar als je samen onderweg bent, is er maar één richting denkbaar. Naar voren, naar bestemmingen die we al lopend en converserend verkenden. Vandaag mag ik het woord tot je richten namens de universiteit en haar theologische faculteit, die ontstaan is uit de fusie van de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht en de Theologische Faculteit Tilburg. Ik doe dat ook namens de decaan van die faculteit, Geert Vervaken, die deze functie tijdelijk vervult naast het decanaat van de juridische faculteit. De stappen die wij, al converserend, samen op die verre reis hebben gezet, waren niet de laatste. Als bestuursvoorzitter van de Katholieke Theologische Universiteit heb ik met 3 rectores heel fijn mogen samenwerken en van hen was jij de laatste. En ook de allerlaatste rector van deze universiteit van 1 faculteit. Wij deelden met onze medebestuurders, onze medewerkers en de bisschoppen die toezicht op ons hielden, het inzicht dat alleen de inbedding in een gewone, volwaardige Nederlandse universiteit de toekomst van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de theologie zou kunnen verzekeren. En ook voor de kerkelijke ambtsopleidingen, een van de taken van de faculteit, is die inbedding van eminent belang. Want in afzondering van wat er in wetenschap en samenleving omgaat, zal de relevantie van de kerk voor het leven in de 21ste eeuw niet kunnen worden versterkt. Dat gold toen en dat geldt ook nu. En we deelden met elkaar de overtuiging dat dit ook goed is voor de andere wetenschapsgebieden van die universiteit. Mits we oog hebben voor de samenhang tussen de wetenschappen die uit het menselijk samenleven zelf voortkomt. Jouw opvatting van de wijsbegeerte is daarvoor bij uitstek van betekenis. Met de nadruk die je legt en ook vanmiddag hebt gelegd op vraagstukken in verband met de plaats van religie in de publieke ruimte, religieus pluralisme en waarheid, tolerantie, interculturele filosofie. Filosofie als een zoeken naar wijsheid. En de filosofie van Hegel, onderwerp van je promotie over Glauben und Wissen en zijn tijd en zijn tijdgenoten, is dindertijd in Leuven. In veel internationale verbanden heb je daaraan bijgedragen, een rijkdom van wetenschappelijke publicaties in verschillende talen de wereld ingestuurd en accreditatie- en evaluatieprocedures mee uitgevoerd om de hoge maatstaven van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek overeind te houden. Talige gastvrijheid bieden is je eigen en maakt de weg vrij voor religieuze gastvrijheid. En het was dus ook helemaal jouw onderwerp dat je vanmiddag ter sprake bracht. Als bestuurder heb je dus continuïteit kunnen verzekeren met je filosoferen. Ook buiten de universiteit trouwens, 6 jaar lang als voorzitter van de Nederlandse Katholieke Schoolraad van 1997 tot en met 2003. En na je rectoraat heb je dat als waarnemend decaan en vice-decaan opnieuw gedaan toen Adelbert de Noo en later Marcel Sauro de decanen van de gefuseerde faculteit in onze universiteit werden. Ik noem nu speciaal je 3-jarige ambtsperiode als rector. In feite dus tevens als decaan, want dat is in een 1 faculteitsuniversiteit niet te onderscheiden van de Katholieke Theologische Universiteit, onze meest intensieve periode van samenwerking. De te kleine zelfstandige instelling van toen moest immers wel alle taken ter hand nemen die zich aftekenden, nieuwe eisen en kansen vanuit het beleid van het ministerie van de OCNW, beoordelingen en vacatures, de ambitie om bij te dragen aan interreligieuze ontwikkelingen in een veranderende samenleving. Jij werd in ons midden gewaardeerd en gerespecteerd en misschien ook wel eens gevreesd
als een rector die zich geen wetenschappelijke knollen voor citroenen liet verkopen. Als je iets wilde bewerkstelligen, maakte je volop gebruik van het gesprek. Dat was jouw bestuurstijl eigen, dus niet alleen maar de administratieve technieken van het universitair management. Je snelheid van denken, de nauwelijks onderhuidse ironie in je analyse van situaties en je vermogen om koers te houden, ook bij tegenwinden en zijwinden, herinneren we ons goed. Details van die periode zijn voor onze memoires, als we die ooit schrijven. Maar zonder jouw altijd goed geïnformeerde alertheid, wat was je altijd goed op de hoogte, ook van dingen die niet werden uitgesproken. Jouw altijd goed geïnformeerde alertheid had ook deze laatste kans op een... op een theologische krachtenbundeling in katholiek Nederland kunnen falen. Dat is dus niet gebeurd. De katholieke theologische faculteit die kerkelijk en wetenschappelijk erkend is, is er gekomen. En jij hebt daar wederom heel veel aan bijgedragen in de laatste 15 jaren van je hoogleraarschap. Samen met Colette thuis in Vlaanderen, werkzaam in Utrecht en Tilburg, verbonden gebleven met het filosofische Mekka van de Lage Landen in Leuven, maar ook met de Nederlandse politiek en maatschappelijke discussie, ben je onderweg gebleven en in gesprek met ons allen. Namens Geert, Bart en Monique en de andere collega's in de faculteit, namens ADA en de staf van het faculteitsbestuur en onze universiteit als geheel, dus heel veel dank. Wij zijn je zeer erkentelijk. Maar we bieden je geen afscheidscadeau aan. Dat is op jouw uitdrukkelijk verzoek omgezet in een gift voor het Universitair Asielfonds. De bloemen voor Colette konden natuurlijk niet in iets anders worden omgezet. Ze zullen je nu worden overhandigd, Colette. Ze zijn een teken van dank, van onze dank, die aan jullie samen toekomt. En ik heb nog wel een persoonlijk cadeau voor je. Hier ergens in de buurt. Ik heb nog wel een persoonlijk cadeau voor je. In herinnering aan het moment waarop we samen begonnen op te lopen. De allerberoemdste verbeelding van filosofen is wel die van Raphaëls school van Athene. Het fresco van de Scuola di Atene in het Apostolisch Paleis van het Vaticaan. Plato en Aristoteles in het midden, die druk in gesprek samen oplopen. Te midden van iedereen die er in bijna twee millennia filosoferen tot dan toe heeft gedaan, sprekers en schrijvers van vele talen die blijkbaar elkaar verstonden, al ontbrak daarin de stem van de vrouwen. Toen je mij eens hielp een passage in de Nicomacheïsche ethiek terug te vinden, het was trouwens diezelfde die je vanmiddag aanhaalde, die van de lode maatstaf van de bouwmeesters op Lesbos. Toen je me daar eens mee hielp, hadden we het ook voor de tot op de dag van vandaag verbijsterende genialiteit van Aristoteles. Nu, ik heb een boek voor je, maar een boek geven aan een filosoof is over filosofie geven. Een boek over filosofie geven is zoiets als uilen naar Athene dragen. Ik heb wel een ander boek voor jou, pas gepubliceerd door de in Duitsland werkzame kunsthistoricus Henry Kieser. Hij laat namelijk in dit boek zien hoeveel er in die fresco aan intellectuele interactie is verbeeld. Een Facebook, schrijft hij, van de filosofie en haar geschiedenis, die in de eeuwen sindsdien talloze malen is geïnterpreteerd en geparodieerd. Op de voorplaat een herafbeelding van de Scuola di Atene met Lego-figuurtjes in het midden. Ja, en dan het emeritaat. Hoe bereidt een mens zich daarop voor die toch van uitdagingen houdt? Een vraag die ook voor mij naderbij komt. En daarom voeg ik bij dit boek over de beroemdste filosofenafbeelding aller tijden een puzzel uit de collectie van de Musei Vaticani van Raphaëls Scuola di Atene,
Een puzzel van 1000 stukjes. Als nieuwe uitdaging voor jou en Colette. Van mijn kant ook met heel veel dank voor het samen oplopen op een weg die verder gaat. Dank je wel. Wat een mooie woorden over een mooi mens die ook ons vandaag weer heeft geïnspireerd. En wat zijn we blij, ik zeg ook het nog nadrukkelijk aan de collega van de Tilburg School of Catholic Theology, dat de theologen terug op de campus zijn, Utrecht en hier, omdat we het juist van het soort wijsheid moeten hebben misschien vandaag ook, Peter, dat je ons inspireert om inderdaad te zien dat in die samenleving van ons, waar jij bestuurlijk, wetenschappelijk allerlei verantwoordelijkheden hebt genomen, het precies die praktische wijsheid is die bemiddelt tussen het bekende en het onbekende, de theorie, de praktijk, tussen de leer en het leven, tussen religie en misschien seculariteit. Je hebt ons aan het denken gezet, maar je hebt ons wel geholpen. Dat hoort ook zo. Bij een hoogleraar die zijn leven in dienst heeft gesteld van wijsheid en waarheid. Dank je wel daarvoor. Maar nog meer dank je wel, want je bent niet alleen als hoogleraar een van de inspirerende mensen in onze academische gemeenschap geweest. Dankzij jou zijn de theologen hier terug op de campus, althans ze waren er al, maar met de fusie met een nieuwe energie en een nieuw elan. En laten we hopen dat dat zo kan blijven. Het zou zo belangrijk zijn dat we daarin slagen, juist nu we vandaag van jou, vanuit de filosofie, vanuit de theologie, het soort wijsheid krijgen aangereikt, dat soms misschien dichter bij de waarheid is dan sommigen met andere methodieken denken te kunnen bereiken. Laten we in ieder geval het gesprek daarover voeren. En jij bent iemand die, je hebt me dat straks ook gezegd, graag ook daarbij blijft. En ik zou dat toejuichen. Ik wil je namens onze universitaire gemeenschap zeer hartelijk danken voor al die jaren als hoogleraar, maar ook als iemand die, als het erop aankwam, bestuurlijke verantwoordelijkheid wilde nemen hier in onze academische gemeenschap. Wat heb je veel gedaan en wat heb je veel bereikt? Het is daarom dat ik je namens de universitaire gemeenschap de penning van onze universiteit wil uitreiken. En dat moet coronaproof, dus de pedel is bemiddelaar. Praktisch wijs tussen mij en jou met de penning onderweg. Aanwezigen, ik kom tot een moment waarin we deze academische zitting gaan eindigen, besluiten. En ik wil u vragen daarbij te gaan staan en de hoogleraren hun baret af te nemen. Een enkele praktische aanwijzing voor hoe we straks verder gaan krijgt u van de pedel. Aan mij de eer deze zitting af te sluiten met gebed. Dat wij volstromen met levensadem, die ons aanvuurt tot wijsheid en kennis, om te helen wat onheelbaar lijkt, om te halen wat onhaalbaar schijnt. De zitting is gesloten. Geachte aanwezigen, dank u wel. We gaan nu een erehaag maken voor Peter, Colette en de dochters. Dan wil ik graag Peter en Wim, de rector, en Ernst achter mij aan. Dan de hoogleraren, beginnend bij de eerste rij. En dan aansluiten. En dan daarna mag u... Of nee, Peter, sorry.
Peter sluit achteraan, excuses. Samen met Colette en de dochters. En dan gaan we via de koninginneningang naar buiten als het nog droog is. En daarna mag u naar buiten, rij voor rij alstublieft. Dank u wel.